Ik ben Robin Čirić, Robin King of the Ring Čirić. Ik sta bekend om het draaitrappen en om spectaculaire gevechten. Dus ik kom om Glory even laten zien wie ik ben. Ja, het is je debuut, maar het is niet, je bent geen onbekende in de sport. Want je hebt wel wat titels op je naam staan ook, hè? Zeker, zeker. Ik ben voormalig Infusion wereldkampioen in 80 kilogram. Die heb ik in Slowakije behaald. Dus ja, we gaan even laten zien in Glory in de welterweights wie we zijn. Nu zijn er een hoop nieuwe namen binnen die welterweight divisie. Zitten daar bekenden van jou tussen? Zitten zeker bekenden tussen. Er zitten ook genoeg vechters tussen die ik heb verslagen. Zoals Yuri de Souza in de middleweight. En Mark Trijsburg in de welterweights dan. Hun staan binnenkort op de Glory Gala. Dus die jongens heb ik al laten zien wat Robin Čirić in huis heeft. Dus dat gaan we bij deze welterweights ook zeker doen. Je gaat vechten tegen Jay Overmeer. Iemand die binnen Glory al best een naam heeft gemaakt. Wat wordt dit voor wedstrijd? Dit wordt een hele mooie wedstrijd. Ik ben er zeker van dat ik die partij naar me toe ga trekken. Dus ik heb er zin in. Ik heb een hele harde voorbereiding achter de rug. Dus samen met mijn vader in mijn hoek heb ik vol vertrouwen in dat we die winst naar huis mee gaan nemen. Zeker. Ja, het is niet echt de minste. Hij komt met twee technische knockouts in de tweede ronde. Je bent heel erg zeker. Wat maakt jezelf zo zeker? Als je kijkt naar de tegenstanders waar hij tegen gestaan heeft, Romero of zo was het, Braziliaanse jongen, ja, dat stelt niet echt veel voor. En de andere jongen, Jos van Belzen, is een leuke vechter, maar heeft ook hier en daar zijn minpunten. Dus ik denk dat ik zeker op alle vlakken ga uitblinken tegen hem, zeker. Op welke manier gaan wij dat zien? Dat moet eigenlijk een verrassing blijven, maar jullie gaan er zeker van genieten, laat ik het zo zeggen.